Jawel, jawel, jawel. Daar zijn we weer, jongens. Goedenavond, jongens. We gaan weer lekker een sessie knallen. Daniel zit er samen. En ik dacht, we hebben veel gebleven. Dus het moet van ons nu goed komen. Ah, lekker cheeseburgertje. Burger kan niet beter, hè? Lekker, maat. Daniel meegenomen. In de wietsenmobiel. Ja, jongens. Doe eens even die bak open. Gaat never nooit passen, ben ik bang. Ik denk het ook niet, heel eerlijk gezegd. We hebben natuurlijk een auto achter ons. Lekker. Oh, dat is ook lekker, hè? Ja goed, dat gaat inderdaad lastig worden. Ik zal even de klep voor je dicht doen. Moet je even parkeren, hè? Wat gebeurt er? Kijk, ik wou even dat handvat pakken. Oh, lekker. Nee, joh. Handig, handig. Ja, goed, we hebben hier nog aardig wat spullen liggen. Er komen nog een paar spullen bij. En dan hebben we nog proppen. Maar goed, met proppen past alles. En we gaan even knallen. Nou goed, de stretcher ligt erin. En de tent. En hoeveel ruimte hebben we over? 0,0. Wel had je dat fietsen echt een grote auto hebben gekocht, ja, hè? Ik heb er een goede tip meegegeven. Dit gaat niet worden, nu. Nee, nou, we gaan hem even proberen vol te stampen. Het zou weer eens zijn, dat is Frankrijk, alle spullen op mijn schoot. Ja, dat denk ik wel. Ach ja. Ja, die jongen met chitten, die was weer in slaap gevallen. Het is ondertussen al 20:15, 8:30 s'avonds. Dus eerder dat we op de stek zijn, ja. Het zou een uurtje of 9 uur zijn. Eerder dat we inliggen met alles. Uurtje of 11:30. We hebben nog een nachtje. Yes, lekker man. Gaan we naar Frankrijk, Chit? Nee. Kijk. Even één, twee nachtjes. Ja, ah, dus jij zit denk ik wel echt heel lekker, zeg. Oh, dat is wat chill. Moet je lang rijden of niet? Nee. Maar even kijken of de deur er kan. Yes. Zo, lekker. Dat is wel lekker, zeg. Ja, ik heb geen riem meer nodig, ik zit toch helemaal vast. Zo, als we nu een ongeluk hebben. Kun je wel schakelen, zo, of niet? Ik heb wel. Top. Oh ja, joh. Top. Dan gaan we rijden. Dan gaan we even karren. Lekker man. Zin in. Nou, lekker stilte na de storm. Net keihard geregend, nou een beetje rustig. Het ging even helemaal los. Woe! Ja, en we zijn aangekomen bij de stek. Het was even krap in de auto. Ja, jongens, ik zeg een stekje waar we met de auto makkelijk konden komen zonder trolley. Mooi. En we zitten dus op het kanaal. Eigenlijk heb ik pas één of twee keer gevist. Eén keer visje gevangen, één keer geblankt. Maar dan wordt hij wel door vrienden van mij ook af en toe een mooie visje gevangen. Mooie kanaalstek, veel verschillende wateren komen bij elkaar. Mooi. Wie kent het niet? Wie kent het niet? Ja, het ziet er echt mooi uit, gek. We filmen vandaag even met de oude camera, want... Die zit gewoon in Frankrijk. En die lul, die had gewoon, voordat mijn neefse hengels inlagen, had hij gewoon al vis gevangen. Nou, is niet 13 kilo's, hè? Dus dat gaat ook helemaal goed komen daar. Yes, en wij gaan even rustig aan opbouwen nu. En we hebben er zin in. Ja, toch? Maar alle spullen liggen nog ingepakt. Ja, jongens. En we gaan eigenlijk de hengeltjes eerst doen. We hebben het hier klaar liggen. We hebben vandaag niet een voerboot of een boot of uitlopen tot ons beschikking. Dus we gaan vissen met PVA. Even ouderwets. Twee met een Disper PVA zakje. En ja. Eentje met nog PVA tape. En dan 5 polies aangedaan en dan een aantal haki. Ja, dat moet helemaal goed komen. Ja, Daniel, 2 snowman presentaties. Ja, eentje gaan we gewoon single vissen. Eentje met een flinke strakke PVA. Het verschil moet er wezen. Dat is zeker waar. En ik gewoon 2 losse tuna bolies. Ja toch, en we gaan even de stekken verdelen. Dat gaan we ook even doen. Steen, Bischa, en de winnaar die mag de eerste stekkeuze en de derde? Ja. Oké, okay, nou daar gaan we ervoor. Steen, Bischa. Ah, dat is lekker, hè? Lekker. Ja, nee, hij is goed zo, hij is goed zo. Ja, tot 1. Dat is lekker. En we hebben een fanboy erbij. Ja, jongen. Gaan we, pik, even knallen. De duimpjes omhoog, jongens. Tijd voor de hengels, hoppa. Dames en heren, jongens en meisjes. We zijn er klaar voor. Zakkie, de volle PVA-zakkast. En heb je hem geklipt of heb je scheid? Ik heb scheid, ik heb hem niet geklipt. Ik, zit er wel. Ik heb scheid aan de overheid. Hij gaat daar tegen het bootje bij de lelies op het hoekje, ja? Ja, ik zoom uit. Even in. Ah. Ken wel, hè? Ik laat gewoon lekker liggen. Hoort niks. Even, ik zou de lijn wel kunnen laten afzinken, maar goed. Het stroomt, joh. Dat is bizar. Fucking hard, heel veel drijfveel. Dus lekker met topbloot vissen. Chef bijpakken. Super. Mijn eerste hengeltje ligt. Zit er zijn eerste hengeltje, die ligt ook. Ja jongens, we zijn eigenlijk tegenover elkaar. Ik op dat hoekje, Daniel op dat hoekje. En we leggen een mooi voerspoortje tussen de twee hengels. Dat de vissen van de ene stek naar de andere stek kunnen zwemmen. En eigenlijk alle vissen die door dat stuk heen zwemmen kunnen onderscheppen. Die moet wel. En jongens, dat doen we met de hot tuna. Tijgenuitkoop.nl. En het gaat gaan knallen hoor. Even hoeveel gaan voeren? Half kilo zo? Ja, ik denk dat ik al bijna 1/2 kilo in heb liggen. We zijn nu aan het bellen met Wietse van der Ski, die in Frankrijk zit. Zo! Nou, een plaatje gek. Yes. Eerste dag dat hij is aangekomen, hè? Lekker chef. Ja,
Jij bent zeker wel blij, of niet? Ja, ik hoor je, ik hoor je. Binnen de eerste 5 minuten dat ik lag op de tijgerneugje Snowman, echt een zieke spiel gevangen. Zo, emmertje water, schepnet, kreddel, alles is er klaar voor. Ja, en ik ben er klaar mee. Dat is ook mooi. Dat is ook mooi. Ja, jongens, het wordt tijd om te slapen, het is 11:30 en we gaan de oogjes toedoen. We hebben al een mooie planning voor morgen. Morgen gaan we een hele dag op een dag watervissen en daarna weer nog een nachtje. Dus het wordt een lekker lange video. Lekker inbouwen, uitbouwen, opbouwen, alles op en aan. Dus dan gaan we nu even een goede nachtvis pakken. Nacht hopelijk 1 of 2 visjes, zou mooi zijn. En zien we jullie zo. Slaap lekker. Slaap lekker. Hé hey joh. Wat? Ik heb een lap aan. Nee, hij schiet net los. Nee, ja, hij staat wel op film. Ja? Ja, dat wel. Ik denk al, hè, wat is het nou zwaar? Ik wou het net optillen. Daarom was mijn lijn zo verplaatst, jongens. Ja, zijn lijn was helemaal links. Maar hij zat helemaal toploads. Auw! Zo, die haak is nog wel scherp. Dat is mooi. Maar er zat heel veel drijfveld door mijn lijn heen. Door mijn topload. En daardoor heb ik geen piep gehad. Altijd goed om je engels even te controleren voor je gaat slapen, jongens. Mooi. Uurtje of 11:30, vroege nacht. En dan gaan we die even opnieuw inknallen. Dan gaan we lekker slapen, hè? Yes. Maar zo. Even kijken, jongens, op mijn richting. Waar hij zit. Het drijfveld weet je nooit of dat aan zit. Nou, moet ik even kijken. Zo. Zit het voor de rest helemaal perfect. Perfect. Oké, okay, wordt wat, hè? Hey, heb je nog de lijnclip, of niet? Nee, zeker niet. Oké. Okay. 2, 2, go! Ah, die ligt op zich wel goed. Je zag het niet op de film, maar hij ligt wel mooi op het hoekje. Hij ligt mooi op het hoekje, jongens. Lekker. Kom voor. Hopelijk geen brasem, hopelijk wel karper. Yes. Yes, Mr. Quasimodo. Mr. Quasimodo? Zo, hij slaapt lekker, wij lagen lekker te slapen. Ik zal voor jou even een schermen wegtrekken, hè? Dan ben je een barre vent. Oké, okay, hoppa, 3, 2, 1. Yes. Weg ermee. Oké, okay, jongen. Ja, jongens, jullie zien het. Mr. Quasimodo. Quasimodo! Quasimodo! Een supermooie Quasimodo-karper. Eigenlijk de eerste of tweede die ik pas vang in mijn leven. Ik weet het eigenlijk niet helemaal precies hoe. Valt kanaal, hè? Een klein beetje toetown, hè? Ja, hij is wat toetown, moet ik even. En eigenlijk een heel klein visje, maar hij is super breed, hè? Hij is echt breed. Bizar. Gaan we even wegen, hè? Ja, we hebben geen weegschaal, maar het maakt niet uit. Kunt dit fietsen? Ja. Maar ja, jongens, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Leuk om ook een keer zo'n vis te vangen. Zo zie je maar, joh. Je hoeft niet perfect te zijn om ook mooi te zijn. Precies. Mooie vis, jongens. Zijn het er in dames in de club? Ja. Daarom een 6 is ook voldoende. Ik draai hem nog even om. En dan kunnen jullie die andere kant ook nog even zien. Hij kwam eigenlijk voor het kantje. Normaal vist iedereen hier echt wel tegen de overkant aan. Mooi. Echt alle hengels tegen de overkant, dus de enige onder eigen kant. En echt maar denk ik 2 meter hier voor mijn tent. Hier zie je die Quasimodo nog erg, die bochel. Mooi. En de klokkenluider van Notre-Dame. Mooie vis, jongens. Ik ben er blij mee. Ja. Fotootje en dan mag weer terug. Lekker pik. Zo jongens, heel veel kant. Nou, de klokkenluider van Notre-Dame. Kijk, die snijdt. Zo, die zwemt ook. Die ging even lekker zwemmen. Die gaat naar Japan, naar de Olympische Spelen. Jongens, het is 2:30. Tijd voor nog een visie. Ja, lekker! Lekker man! Ik kan er weer in. Gewoon onderhals, zonder stress. Ja, bizar hè. Zoveel hermels tegen de overkant. Tegen de lelies. Eerst hebben we die gaat. Onder de kant. Maar dat weet je ook, jongens, hè. Doe wat de ander niet doet. Ja, eerlijk is eerlijk. Gewoon 3 meter van zijn tent af. Toch uit. En dan gaat. Gelijk de Quasimodo, gelijk die rare. Gelijk de lijpen van de groep. Dat is lekker. Ja, slaplijntje, swingetje erop. Jongens, tip van Flip, maak gelijk je schepnet weer klaar. Soms sta je denk ik met een kromme hengel, dan kijk je zo,
Daniel, Daniel, ik heb vis en nu wordt hij niet wakker. Daniel wordt niet wakker. Nee, en dan heb je geen schepnet. Niet handig. Dus tip van Flip, maak je schepnet gelijk klaar. En nog een tip van Flip, ga je lekker slapen. Zet je wekker en slaap lekker. Zeg ik altijd maar zo. Dat vind ik ook een goeie. Nou, goedemorgen jongens. Uurtje of 9, 8:30. Het is over ochtend. Een mooie vis vannacht gevangen van Chitter. De Quasimodo. Kijk eens, hoppa. Even lekker wakker worden. Lekker boeletje erbij. Die jongen die slaapt nog. We gaan hem eens even wakker maken. Quasimodo! Hey, daar is hij. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen, sunshine. Hey, kom, inpakken en wegwezen. Het is 9 uur, we gaan naar het dagwater, ja? Zeker weten. We gaan knallen. Hoi. Na 9 uur 's ochtends. Het is echt in één keer zware, zware herfst op de stek. Over Carado is. Het is echt mooie tijd om op te ruimen. Op naar het volgende water. Jongens, jullie zien het nieuwe technieken. Eén stretch omhoog, eentje eronder. En we hebben nog ruimte zat over. Kijk eens, laatste spulletjes liggen nog boven. Bijna niks meer, hier nog een klein beetje. En dan gaan we naar de dagstek. Yes. Hoppa. Yes. Goedemiddag. Goedemorgen jongens. Oh ja, goedemorgen. Het is even gisteren fruit, ik denk binnen een half uurtje ingepakt. En we staan nu bij de Albert Heijn. Mooi. We gaan even boodschapjes doen. Lekker. Ja toch? Lekker man. Lekker. Lekker appie. Abonneer voor meer. Toppetje. Ja, wat is de schade jongen? Nou, we zijn nog niet klaar. Hoe ben je duur eentje of niet? Altijd. Kijk, je moet het zo zien. Als je jezelf niet goed voedt. Kijk, de karpers ook niet goed voeden. Kan je ook niet presteren. Hoppa! Kijk eens, dames en heren. Goedemiddag. Aangekomen op de stek. We gaan vandaag even een dagsessietje. En daarna een nachtsessietje. Ja, daarna een... Verschillende wateren, we blijven actief. Mooi. We gaan gewoon die vis zoeken. Heb je er zin in? Ik wel. Het ziet er wel fucking mooi uit. Zeg. Ook wel zin in. Mooi. Is het de eerste keer dat we hier zijn? Kijk dan. Veel riet gek. Mooi. Allemaal mooie rietkantjes. Mooi ook tegen de flats aan vissen. Top. We hebben alleen geen robpot. Maar goed, je kan de hengels hier wel kwijt. Ga ik 2 steunen hier. 2 steunen daar. Kind kan de was doen. Ga even regelen, jongen. Picobello BV. Oké, yes. We hebben even snel doorgewerkt. Het is bijzonder bij deze vissing. Normaal gesproken liggen we tot en met een uurtje of 12 in bed. Ja, nou, vooral jij. Nu is het 11 uur en we zitten gewoon op de volgende sec. We gaan mee vissen met een snowmannetje. En zoals vanouds, een single pop-up rig. Heb ik jaren niet mee gevist. Denk een jaartje of 2. Maar goed, we hebben hier een stekje zat. Alle ruimte. Nog nooit eerder gevist. We gaan even kijken of het vandaag wat is geworden. Waar ga jij mee vissen? Ja, ik ben nog niet klaar. Maar ik ga weer even wat PVA zakjes maken. Wat gekruste hot tuna erin. Gisteren natuurlijk ook die mooie vis opgevangen. En dan even kijken waar ze zijn hoor. Dit is ook weer een rommeltje. Als je een tel hebt. Dit is Ronnie nummer 1. Ronnie F. Ronnie F. Hier hebben we Ronnie G. Kijk jongens. 1 met de citrus pop-up. Tijgernotenkoop.nl. Die andere met de whole tuna pop-up. Je hebt er vertrouwen in hè? En, ja, instant jongens. Ik weet niet wat het is. Maar instant moet je altijd gewoon een Ronnie proberen. Ja, mooi. Gewoon een PVA zakje. Misschien een klein handje bullies omheen voeren. Niet meer. En dan gewoon... Op die, hoe noem je dat? Dat hij langzaam, dat hij denkt, wat is dat? Dat hij hem pakt en weer weg. Uit nieuwsgierigheid dat hij toch wel even wil proeven. Nieuwsgierigheid dat hij even wil proeven. Daar is hij Ronnie voor. En toppie, we krijgen zo meteen een weersomslag. Gaat heel de middag regenen. Kunnen wij lekker schuilen in de auto van Wietse. Mooi, zuinerboxje aan. Dat is helemaal uit. Top, we gaan ze inknallen. Lekker. Zo toppie, het eerste hemeltje ligt in met een single pop-upie. Tegen het rietkraag aan de overkant. We zijn bezig met de rest van de hengels. Hemeltje nummer 2. Ja, jongens. Chitter Meister. Ik heb hem net even op de lijnclip gedaan. Zoals jullie al van mij kennen. Ja. Daar doe ik even. Schuurwerk. Ja. Dit lood is gestroomlijnd. Nou, dan kan je makkelijker en verder werpen. Tip van Flip. Tip van Flip. Ik ga even hier staan voor de belichting. En dan op die hoek daar. Hoor. Op het hoekje bij het gebouw, bij het riet. Hey, pas die op. Ja. Ja, pas eens op, pas eens op. Ik ga wel. Yo, Flip, ga maar. Zo.
zo door de boom heen. Hey. Nou, dat was je PVA-zakje. Dat is toch minder? Nou, jongen. Nou, tip van Flip. Gestroomd, heel leuk. Oké, nou, dat zou ook wel weer een leuk kunstje worden. Bomen achter mij. Ja, ik had er net ook even een boompje te pakken. Geen lijnklip. Ja, eens kijken. Zo! Dat kan niet wel. Hij had ietsje dichterbij gemoeten. Nou, mooi joh. Laat hem heel even liggen, als er over een uurtje niks is, dan ga ik hem gewoon verplaatsen. We gaan vandaag actief vissen, we blijven hier een uurtje of zes. We gaan gewoon heel normaal al vissen. We gaan knallen, hè? Oké, top, allebei mijn hemmetjes liggen en Chitter die gaat het weer voor de tweede keer proberen. Pas op, achter jou is ook een boom. Ja. Oké, let's go. Ja, precies, ja, maar kijk, je zakje hier nog. Wat is dat nou? Hij ligt perfect, hè? Ja. Dat wel. Nou, ik heb mijn ene hem ook zingen zonder PVA'tje. Maar... Ik ken dat nou weer loskomen dan. Dit gaat natuurlijk helemaal fout. Ja, dat weet ik eigenlijk ook wel zeker. Ja, en dat, die pop-up is nat, die haak ook. En meestal houdt PVA niet zo van natterheid. Het gaat hem niet worden, denk ik, man. Ik weet wel zeker dat het hem niet gaat worden. Ah, oké. Probeer het. Wie niet waagt, die blijft. Ook maar. Nou, ik durf 100 euro in te zeggen dat het niet gaat werken. Ga maar. Hij vloog me even over, kijk. Hij ligt wel mooi weer. Ja. Ik ben nou wat in, jongens. Oké. Okay. PVA is ook naar de maan. To the moon. Is toch zonde? Ja, we gaan gewoon echt wel actief vissen. Ik ga zo meteen even een chodderig knopen van Ronnie. Ronnie. Gaan we gewoon om het uur die hengels even ergens anders leggen. We gaan de vis zoeken vandaag. Ja, ja. Elke hengel even een klein handje bijvoeren. 15 bollen of zo per stek. Max. Maximaal. We gaan hopen dat als we een paar snoepen, dat ze gelijk wat aasje vinden. Volgens het dierenarts. Dus... Ja? Ja. Ja, goed, best snel scoren. Kijk naar wat een liefie. Wat een schatje dan. Ja. Net zo druk te maken als jij. Liefie, hè? Doei. Doeg, doeg. Nou, tussen het harde werk moeten we ook even ontbijten. Lekker jongens. Top ontbijtje. Zitten ze aan de chips. Gezond jongens. Nou, het is inmiddels 1 uur. 'S middags. De hemels zijn een beetje stil. Ja. Dus? Ik dacht ik maak alvast een PVA zo. Ik wil zo die ding zo trekken. Ja, je ziet het. Dat is toch wel lekker zo. Tja. Ja, toch soldaat. Ja. Wat is het? Je weet het nooit of het een karper is. Kan ik zomaar een brasem zijn? Of wij zijn naar me toe? Nou, het ziet er wel uit als een brasem, hè? Ik ben eigenlijk ook wel bang voor. Ja, dit is sowieso een brasem. Net even de hengeltjes ververs. Ik was al zo blij. Ja, dit is 100% een lap. Ja, wat zie je? Of nou? Nou, zilt! Zilt! Echt? Volgens mij zilt. Ja. Ja, wat is het nou? Ja, wel zilt. Dat is toch jammer. Ah, tenminste nog een beetje actie. Dat wel. Dat wel, jongens. Hij is sterk, sterk. Nee, niet klaar. Kijk, ga even schermen klaarmaken. Of op de haken met het water. Maak hem wel van het water. Dus. Zo, klappen geven, joh. Klappertje. Tinka. Tinka, tinka tijd. We hebben alweer een brazen en een zilt, jongens. We gaan weer alles af. Ah, joh. Wat zie je door me. Helemaal gek onder. Jongens, jongens, jongens. Elke keer, de afgelopen sessies. Heerlijk. Hey joh! Hey, wat nat jongens! Hey, kreeft en maestro! Goedemiddag! Eens kijken! Gewoon even met de Ronnie rig. Dit was baitvlos en dit was een pop-up. En dan staat er gewoon nog zo'n stuk boven de bodem, hè? Leg eens op je hand. Dan blijft er dit van over. Ja, flink. Flink. Toch netjes. Dus mensen, het blijf actie-reactie. Daniel Tieding, laat het eens zien. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Ik denk haakmaatje 4. Gewoon een wat zou zijn, 20 mm boilie met een pop-up erop. En hij piept de hele tijd een beetje. Ik denk, ah kut, het zal wel weer een kreeft zijn of zo wat dan ook. Hou ik hem binnen, ik zeg, ja, het is niks. Toch wel een vis, maar moet je kijken. Hé, hey, nee! Gaat hij er net op? Nee, dat is jammer. Nee, weet ik niet. Ja, kut. Nou, daar hing dus een voortje. Denk je zo'n voortje aan, door zijn lip gaat. Moet je kijken. Ja, dat kreeg hij bijna naar binnen. Ja, bijna. Hallo. Hey, hallo. Goedemiddag. Ja, voornamelijk voortjes en brazen of zo. Ik heb net een vroeg iemand die had een kurk van 8 kilo gevangen.
Zo. Net. Toen we hierheen kwamen lopen, had u hem net... Zo, dat is meer dan ons. Ja, ze zitten dus wel. We hebben nog geen karper gevangen, maar wel een... Een zilt. Weer teruggezet. Ja, dan kunnen wij hem nog even vangen, toch? Heb je verteld dat hij naar ons moest zwemmen? Ja, kijk, ja, mooi. Gauw. Fijne dag verder. Ja, maar dit is bizar. Kijk, ja, dat is niet normaal. Een haakmaatje via, dat zat gewoon door zijn lipje. Ja, maar gooi je nou snel in. Die 8 kilo, hij komt eraan. Ja, oké. Snel voor de 8 kilo. Even de RS, oké. Op de knieën. Op de knieën. Want die techniek. Ja, dat heeft nog geen wind eigenlijk. Kijk, oh. Nee, yes. Perfect weer, voor je perfecte. Hatsa, joh, fijn hond. Yes, daar gaat onze vriend. Die gaat even naar de lokale viswinkel. Die gaat even een paar gasbussen halen. Anders kunnen we vanavond niet bakken. Zijn we helaas vergeten thuis. Nou ja, we hebben nu toch al 24 uur helemaal niks gegeten qua warms. Daar staan we kwart tegen in. We hebben lekker broodjes Mexicano van alles. Ik heb net ook nog eventjes alle hengels ververst. Verderop staat er ook nog eentje. En nou ja, aangezien ik in mijn eentje ben, heb ik toch maar even het schepnet alvast klaargemaakt. Je weet maar nooit wanneer het gaat gebeuren. En goed, we hebben nu een voorhandje gevangen, een zilt gevangen. Vannacht een karpertje. Kijk, daar gaat hij, de pikkenbaas. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Ja, dat gaat echt goed. Nee, goed, en we blijven hier nog anderhalf uur zitten. En dan zit er maar een kwartiertje weg, zo wat er ook. En dan gaan we naar het volgende water. Weer lekker een nachtje pakken. We hebben net via een watertoren gekregen. We gaan het gewoon even een keertje gaan proberen. Nog nooit eerder geweest. En ja, het schijnt een mooie bestand te zwemmen. En er moet dan vissen te vangen zijn, zeggen ze. Dat weet je nooit met ons, maar we gaan gewoon ons stinkende best doen. En we kijken wel wat er gebeurt. Yes, shit de meisje. De gasbusjes zijn niet gelukt. De? Gasbusjes? Nee, niet gelukt. Helaas. Ze verkocht geen gas. Dus. Hey, dat is mijn baas. Gezellig. Ja, die nemen we nog even niet op. Nee, die kunnen we wel verwachten. Maar we gaan inpakken. Gaan we snel gas halen. En dan gaan we naar de volgende stek. Ja, nieuw lachwater en dan gaan we echt even knallen. Even dansen. Lekker biertje. Ja, de gezonde jongens, de fit boys, zijn we eens aangekomen. Lekker man. Water nummer 3. We hebben wel een klein stukje show met alle spullen. Maar goed. We zijn er. We zijn onder er. Onder gasbus, kutser. Ja, nog steeds niet. We zijn er. Hoeveel actions? 2 actions? 2 actions inderdaad. Alles uitverkocht. Kutser. Kloten. Maar goed. Pas op. Maar goed dat je bijna die duwe Tesla de deur uitging. Ja, ik zou het hebben. Nou, we zijn al 2 keer naar de stek wezen lopen. Rugpijn. Ik ben helemaal moe. Alleen maar de 2 stretches. Ja. En wat hebben we gefixt? Dat iemand gas kon brengen. Wat een strijden. Wat een strijden. Binnen 5 minuten. Nou, kan niet mooi. Toppie. Dus we doen even allemaal... Alleen maar liefde. Doe een blauw duimpje ook voor de gozer die gas kon brengen. Dat ik. Zeker. Grote baas. Zo, daar zijn we dan eindelijk. Alle spullen aangekomen op de stek. In de verte komt die schooi ook nog aanlopen. En ja, sorry dat het misschien een klein beetje winderig kan klinken allemaal. Komt omdat we een nieuwe camera niet mee hebben natuurlijk. Ook geen microfoon dus. Dus alvast excuses daarvoor. Maar kijk, dit is het dan. Het nieuwe water voor de aankomende nacht. Allebei nog nooit eerder geweest. En ja, een beetje leuk vanavond het ene feestje die we gevangen hebben op het kanaal. Hartstikke leuk natuurlijk. Ja, vanmiddag nog helemaal niks gevangen, maar vannacht... Moet het toch echt gaan gebeuren? We gokken om een visje, 2 of 3 minimaal. Schijnt een mooie bestand te zitten hier zo. Tja, hier zijn wij, we gaan gewoon even lekker ons best doen. Ja jongens, jullie zien het, de tentjes staan alweer. Mooi. Oh, petje erin, bij jou ook. Ja. Ze staan zo snel hè, helemaal goud. Ja, dat is goed. Nou, we zitten hier achter de tafel, zo, achter de bankjes. Geen idee waarom, maar ja, dat doen we gewoon. Ja, het was net iets te klein, iets te horen, dat ik wel lekker hier. Moet je 2 meter maar doen niet uit. Heb je alle ruimte, de vis kan ze niet vastzwemmen. Dat scheelt ook. Komt zo iemand even gas brengen. Zo, ik heb honger joh. Dan gaan we lekker bakken. En dan gaan we de hengels in knallen. En er zitten veel spiegels hè? Ja, dat zeggen ze gewoon wel. Ze zeggen gewoon wel. Zou mooi zijn. Dat zou heel lekker zijn. Spiegel, mooi ding. Bam. Hoi. Jongen, kijk eens. Allebei, mijn hengeltjes zijn klaar. Zitten ze helemaal klaar. Al mijn hengeltjes zitten. Staat verderop. En dan gaan we even steekpies gaan doen. Voor de eerste keuze. Dan gaan de Vries de tweede, de winnaar de derde, de Vries weer de vierde. Steen, pier, nee! Lekker.
Oh, dat gezeik. We gaan even nadenken, brainstormen en dan zijn we daar. We zitten hier met de kralenketting. Want vannacht, we hebben met de PvdA-zakjes geweest. Ik ben bang dat ik mijn richt verlies. Ketting gemaakt. Je ziet het. 7 beulies aan een PvdA-stringetje. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is dit spul. Wij kennen alleen maar alle andere stringetjes. En dat lost dus op onder water. Als het water aanraakt. En dat kan je dus zo aan je haak doen. En dan als je hem dan ingooit, dan lost het op en ligt er gelijk voer bij je haas. Lekker chef. Zeker weten. Yes, we staan een beetje in de winter, midden op het open water. En nou ja, goed, ik ga vandaag vissen met hemeltje nummer 1, met scopeback, snowman prestatie. Sta je maar stijgen vol met enigheid. Maar goed, we hebben geen robbel. We hebben allebei geen robbel bij. Nou, sorry, Chitter staat soms nog achter de camera. Maar we hebben allebei geen robbel bij, maar we stijgen. We hebben een oplossing gevonden. Gewoon, je hebt van dat zo'n boormechanisme aan de onderkant, zeg maar van die stenen. Ja, en is... zo een beetje rondrijden, inboren. Dat is toch netjes, hè? Ja, staat er nog stevig ook, hier. Ja, hoppa, die staat er. Ja, die staat ietsje minder stevig, maar kijk. Ja, die staat gewoon hartstikke stevig. Het moet een hele erg dikke hoekel zijn om dat los te trekken. Kind kan er was, weer een tip van Flim, weer wat geleerd. En goed, we staan hier op een heel groot stuk water. Wat gaan we doen? We gaan hier 3 meter uit de kant vissen voor de stek. Waarom? Omdat de wind hier voor het hoekje in het blaas is. Dus ja, goed, ze zit daar mooi overhangen, boompie. Gaan we een beetje vanaf gooien. Lekker onderhands. Ja, die ligt perfect hoor. Ligt een harde bodem. Ja, harde bodem. Ik voel hem hard neerkomen. En waar vis je mee? Met scopersbollen. 20 mm. Doen we gewoon even, ja, niet te gek. Gaan even kleine handjes zo. Hoppa, 3-2 komt die dan, hè. Kijk, mooie spijt. Yes, allemaal de bomen in. Jongens, we gaan weer ingooien. Hier. Dit wordt hem. Zoals je ziet, een mooie... Oh. Mooie ketting met 7 beulies staan. Ik ga hem naar die hoek slingeren. Ik heb tegenwind, best een stuk werpen, dus ik ga de mussels inzetten vandaag. Ook gewoon gooien zonder ketting naar de heen lopen en voeren. Ja, dat doen we dat wel, hè. Dat is wel een stukje, maar... Fucking doen we wel even. Doen we even. Ja jongens, jullie zien het goed. Ik ben onderweg om te gaan voeren. En ik ben zo verschrikkelijk lui dat ik dat gewoon met de auto ga doen. Nee, ik moet denk 400 meter of zo, 500 meter omrijden. Om heel zo'n ding. Dus ik ga lekker met de auto. Beter. De bollen hebben we mee. Oeh. En we hebben net even, denk ik, na 6 keer ligt hij op het goede plekje. We gaan er naartoe. Jongens, loop ik dan. Hier is mijn stekkie. Net even gevoerd. En daar zitten we hoor. Prachtig, je ziet de tentjes staan. En de bollen liggen erin. We kennen er weer vandoor. Hey, hey, wat je er bij? We staan er weer. Hier onder de kant heb je een mooi rietkantje. En waar ik nou op let, zoals je ziet, daar aan de overkant eigenlijk een vooral gemaakte kant. Dus echt hersteld door de gemeente met allemaal hout en zo. En dit is nog echt nog de natuurlijke oever. En hier heb je dus ook nog een natuurlijke rietkraag in het water staan. En ietsje mij zegt gewoon dat de vis van de natuur houdt en dat we dan ook eerder bij dit soort rietkragen zitten dan aan de overkant. Wat ga ik dus doen? Hier zo onder het kantje leggen. Het windje staat er ook mooi op. En ook de opening vanaf de andere kant. Kunt ook hierheen komen zwemmen. Ik heb er een klein PvdA zakje aan met een Ronnie rig. Ik leg hem denk 3 meter uit de kant. En dan 2 handjes beulies eroverheen. Kim, kan er was doen, hè? Ja. Ja, we hebben een paar bezoekers op het stek gehad. Gasbussen gebracht. Ja, wat een held, hè. Dat is top. Kan die? En ze hebben gezegd, ja, het moet wel lukken om een vissen te vangen. Nice. Tevreden? Yes. Zo, dan zakt hij snel omhoog. Ja? Gelijk boven drijven. Ja. Oké, okay, hè? Lachen. Lachen, lachen. Nee, en we hebben geluk, voerbootje zo meteen. Ja, jij, vertel het niet. Ja, dan komt zo meteen komt er een meneer, die kwam even met de hond even langslopen. Ja, super vriendelijk gesprek gehad en hij zegt, joh, ik ben hier op de hoek, als jullie willen kan ik even de voerboot pakken. Wietje, die heeft die van ons meegenomen, dus ik heb gezegd, joh, toppie, doe maar lekker. Dus we kunnen zo meteen de hengels uitvaren, ideaal. Terwijl Daniel zijn laatste hengel bezig is, ben ik hier achter de tent. Je ziet het, de gasbus is gebracht. Even culinair met de woningnaald omdraaien. Ah, het gaat wel lekker hard zo. Ziet er goed uit, jongens. Er wordt smullen zo. Jongens, de nacht is gevallen. Het waait nog steeds kei en kei en keihard. Mol,
En die hebben we Daan en Tiedink. Hoe laat is het? 11:45 de deur dus. En wat gaan we doen? Slapen. Dat heb je helemaal goed. We hebben net nog een lekker broodje met schade gegeten. Ja, dat was maar versmullen. Helaas geen actie op de hengels. Nee, ja, we hebben nog een paar piepies, maar het waait ook wel hard. Mooi. En ja, één iemand zei dat er veel kreef zat, de ander zei dat er geen kreef zat. Dus we zijn wel een beetje bang. We gaan morgen meemaken. Dat is eigenlijk zeker waar. De wekker gaat best vroeg. 9 uur. Nou, dat vroeg. 9 uur. Vroeg, mooie tijd. Ja toch. En tot voor de dag. Hey. 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 Dat is wel. Hey. Hey. Staat lekker. Dames en heren, geloof het of niet. Ik ga ineens een run. Was Daniels hengel zijn steun getrokken en zwom hij door mijn lijn. Heel eng. Ja, oeh. Is dat zo, hè? Ja. Maar ja, ik ben echt weer wakker inschroeven. Dus ik zie er een beetje moe uit. Ja, ik ga ze deze hengel uithalen, ja. Ja, ik ben even checken. Best. Hey, dit is, Nou, hij zit helemaal door mijn lijn heen. Dus als hij een run neemt, gaat mijn lijn ook weg. Dat is lekker, hè? Kijk, ja, pas aan. We moeten daar zo wel echt even goed... Ja, dit schijnt dus het spiegelwater te zijn. Eco-spiegels. Wat zit er aan beneden, denk ik? Een schub. Hoppa. Ja, ja. Hoppa. Go. Elke keer weer, hè. Het is niet normaal. Lekker. Ja, en vandaag gewoon dubbel rennen. Allebei naar buiten rennen. Twee fucking ziel toe. Ja, dat was raar. Ja. Dat hebben we niet gefilmd. Nee. Want we waren een beetje moe. En we hadden geen vertrouwen er weer in. Top, jongens. Veel lekker. Het is echt vroeg, broer. Ik doe jij een gaap, moet ik ook gapen. Ja, we moeten meteen weg zo meteen, want we moeten werken. Zo. Goed, we hebben volgens mij een uurtje of zo. Gaan we deze vis zo meteen even op de foto zetten. Toch lekker. Top, goedemorgen, hoor. We zijn eigenlijk op de kant en het zit zo echt in de knoop allemaal. We hebben goed mijn lijn doorgeript. Even de druk van de bek afgehaald. Ja, want hij zat door mijn lijn heen. Dus ik denk, die hou ik gelijk even op. Je hebt er gewoon een vis aangezeten, zei ik. Helemaal shocksysteem daaruit. En ja, helemaal geen piep gehad, joh. Kut top leut. Daar was je zo moe van. Zit die mooi in de onderlip? Ja, hij zit in de bovenlip. Ja, dat is ook wel netjes. Waar heb je hem op? Op de Scopexbord, single. Toch lekker. En ja, daar die twee zilten van vandaag. Toen de, kijk eens. Hier is hij dan. Mooi wel afgekeerd. Zou ik het gas gooien van de honden? Bergen met zo. Twee zilten van vandaag. Ja, was alles er vanaf gegeten door de kreeften. Dus toen dacht ik, ah ja, we hebben af een nieuwe scopex gehad. Dus een paar uur slaap is toch afgegaan. Tenminste wakker worden door chitten. Ja, hij stond door mijn lijn in. Is toch lachen. Ja, ook wel weer bijzonder. Op het spiegelwater. Zeg nou, ik vis hier al 4-5 jaar, dan wil je een schub vangen. Dan komen wij langs. Doen we. Van een schip. Maar ik ben er wel blij mee, even toch vissen. Hij is nog best sterk. Op de valreeboeg. Het is ongeveer 8:30 en we moeten een uurtje of 10 in gaan pakken. Zo! Zo. Ja, heel mooi visje toch? Niet voor niks gekomen. Ja, lekker man. We gaan even snel die hengels opnieuw ingooien. Dat moet nog wel lukken. Ja toch? Lekker! Nou, misschien dat we nog even de andere vis kunnen vangen. Dankjewel, jongen. Tot nog een visje. Even knallen, even snel het bedje. Ja, kijk eens. Al wel leuk geweest. Lekker pikkie. Hey, kijk eens. Kijk eens even. Mooi spiegeltje. Spiegeltje, gek. Hangt die er al lang af, niet? Nou, ik dacht dat hij eigenlijk los schoot, maar hij zat dus achter op tafel vastgezet. Dus ik rijde helemaal binnen. Ik dacht dat mijn lijn was gekropen. Ja. In één keer kreeg ik weer spanning op de lijn. Dat zie ik best mooi is, hè? Ja. Kilootje of 8-9. En het water is een twee hoogte, dus het is eigenlijk kleiner. Ja, ik heb zo bezwaar. Ja. En wat gevangen hebben? Ja, 3. Ja? Ja. Dik, hè? Ja, ik denk 12 kilo is het grootste. Lekker, G. Hoppa. Ja, nice. Dat is even lekker op de valreep. Precies de wekker ging, hè? Ja? Ja. Ja. Ik hoorde jou een keer schreeuwen, daar een vis, daar een vis. Ik denk, hè? Wordt dat goed? Oh, een mooie vis hoor. Oh, dat is lekker. Dat is even lekker. En we hadden eigenlijk geen weegschaal, maar onze redder in nood die komt even losrijden met een weegschaal. Oh, dan is het soldaten. Ja. Kunnen we gelijk even wezen. Doe jij met je water?
Ja. Lekker, chef. Hij is wel mooi. Hij is wel mooi. Ik weet die mantel al. Nee. Hij heeft een badje geweest, hoor. Hij is precies 40 kilo. En dit ding is denk ik een kilo? Ja, die weet ik zo even. Ja, 40 kilo. 40. Zo die mat er even af? Ik denk 13 kilo hoor. Dat is toch even dik. Hé, hey. Hey, lekker. Mag ik nou niet meer verwachten even denken. We zijn er half 10 gaan oprijden, jongens. Hoe laat is het nu? Kwart voor 11. Ik zeg ja, precies terwijl we wekker gingen. De wekker ging dus gewoon al meer dan een uur af. Ja, toch mooi. Lekker, chef. Heerlijk. Ik ga jullie even laten zien. Ja, hij is spastisch, hè? Ah! Elke keer, hè? Zo, kijk. Zo! Ik ben echt een koekje uit. Oh, mijn ogen. Ah! Ja, hij is echt wel flink, gek. Yes. Wat is hij dan? Oh, een vis, hè? Zo in het water had ik hem echt never nooit zo groot verwacht. Nog 13 kilo. Je ziet het, die SKP-projecten is niet normaal hoe snel die vissen groeien. Qua lengte is die niet eens heel lang, maar qua hoogte en breedte. Hij is gewoon massief. Je moet eens kijken, joh. Mooi. Ja, kijk hoor. Alle kant even laten zien? Ja, die is nog mooi. Er is nog mooie schubbel op de zijkant. Hey, mooi. Hey. Kijk, dat is wel een mooie vis. Ja, dat is een flinke big, hè? Mooi die schub zo op de zijkant. Ja, lekker. Fotootje. Hoe breed het is, hè? Dat is bizar. Dan mag je zo zomaar zeggen. Lekker, maat. Super blij mee. Hij maakt een paar foto's, hè? Ja. Mooie vis. Ja, lekker. Kijk hoe breed het is. Dat is gelijk weg. Hoppa! Toch een mooie afsluiter zo, hè? Heerlijk. Daar doen we het voor. Ja. Nou jongens, hij was 1,5 kilo de weegschaal. Dus de vis was 25 pond. Was de weegschaal 1,5 kilo? Nee, de weegslik. 25 pond, fucking mooie vis. Grootste van mij tot nu toe. En zeker mooi water om nog terug te komen. Ja toch? Hoppa. Gaan we even afbouwen en de auto vol blaffen. Ja. Yeah. Zo, hè, we hebben gestreden. We zien eruit. We zijn moe. We zijn ondertussen alweer op een derde dag aangekomen. We moeten zo meteen werken. En de spulletjes zijn toch weer even netjes opgeruimd. Dat klopt. Binnen 10 minuten. Dat is zeker lekker. Ja, ja. Ja, jongens. Het was een heerlijk nachtje. Een mooi. Twee visjes, twee zilten, één verspeeld. Nou, die verspeelde is dan weer wel jammer. Ja, en koop dat maar... kamer alleen was in staan. Dat ook. Maar we mogen niet klaar. Nee, we hebben echt lekker gewerkt. Gisteren ook lekker gevist, de nachtje ervoor ook goed gevangen. Ja, gewoon al met al een topnacht. Wat zeg jij, nog een keertje terugkomen? Ik denk het wel. We gaan even snel verder opruimen. En ja. Zien hoe het is. Hij ziet het. Voor alle hengels, massaal weer kreeft aanwezig. Niet normaal, jongen. Voor het eerste jaar dat we er een beetje last van hebben. Ja, bij ons was het eigenlijk ook op het kanaal. Je kon gewoon niet vissen zonder dubbele kreeftenkruis. Maar dit jaar valt alles mee. Zijn allemaal lekker hierheen verkocht. Kutbeesten. Maar hier is het ook kut dus. Mooi. Maar goed, sinds het ingooien vanmorgen opnieuw. Allebei single ball. Nou, ik en Ronnie dus. Ja, oké. Okay. Binnen 2 uur is het weer af. Toch lekker. Eerst lekker wijven van de achtergrond. Zo, het past allemaal maar net. Kijk nou, we weten het nog niet. Bijna de rijtijd. Klinkt goed, jongens. Lekker. Op naar huis. Op naar huis. Hotse flotsa. Hotse flotsa. We staan bij de Garation Box van Daniel Tieding. Yes, alle spullen zijn er weer. Boom. Hoppa, die zit dicht. Ja, en we zijn klaar met de video. Vond je het nou een leuke video? Doe dan even een fucking blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Over 2 weken naar Slovenië in Oostenrijk. Ja, als je dat niet wil missen, abonneren. En weet het. Hebben we er zin in? Ja, dat was gezellig, maar. Dat was een goed begin. Ja, dat was een hele goede sessie. Goed vorm. Ja, ja, en dan volgende week, of de week daarna, komt een video van Wietse Vangrijk video. Dus wakker vangen in Vangrijk. Ja, dat is zeker ook mooi. Hij heeft al mooie vis gevangen. Ja. En dat zien we niet van de week. Top.